Wanneer u naar het ziekenhuis komt voor een op voorhand vastgelegde afspraak, dagopname of langere opname, moet u zich bij uw aankomst eerst inschrijven. Op Campus Sint-Jozef kan u zich inschrijven in de inkomhal. Op Campus Sint-Elisabeth vindt u de inschrijvingen voorbij het onthaal, de liften en het winkeltje. Wanneer u een afspraak hebt voor een consultatie bij een arts, kan u zich op twee manieren inschrijven. De snelste manier is het inschrijven via de kiosk. Let op, u kan niet aan de kiosk terecht wanneer u ongepland langskomt of langskomt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Aan de kiosk brengt u uw inschrijving zelf in orde door uw identiteitskaart in de gleuf te steken en de stappen op het scherm te volgen. Het is belangrijk dat u voor uw afspraak op de juiste campus bent. Anders vindt de kiosk uw afspraak niet terug. Als u merkt dat uw persoonlijke gegevens op het scherm niet meer up-to-date zijn, vragen we u om het proces te onderbreken en u in te schrijven via het loket. Wanneer uw inschrijving is afgerond, print de kiosk uw klevers. Op de aparte klever die als laatste uit de printer komt, vindt u het routenummer dat gekoppeld is aan de dienst waar u een afspraak hebt. Deze routenummers vindt u terug op de bordjes doorheen het hele ziekenhuis en wijzen u de weg. Op de patiëntenklevers staan uw persoonlijke gegevens. Deze mag u afgeven aan het secretariaat van de dienst waar u een afspraak hebt. Als u naar het ziekenhuis komt voor een opname of administratieve voorinschrijving, dan kan u enkel inschrijven aan het loket. Inschrijven via het loket is ook mogelijk wanneer u een afspraak hebt voor een consultatie en u de kiosk liever niet gebruikt. Ga eerst naar de ticketautomaat en duid aan of u komt voor een consultatie, dagopname of een lange opname. De automaat geeft u vervolgens een ticket met een volgnummer. U kan in de wachtruimte plaatsnemen tot de medewerker uw volgnummer oproept. Om het inschrijven vlot te laten verlopen, vragen we u om uw identiteitskaart alvast klaar te houden. Bij de inschrijving voor een opname of dagopname vragen we u naar uw kamerkeuze. U kan kiezen voor een 1 of meerpersoonskamer. Opgelet, aan de kamerkeuze is een kostenplaatje verbonden. Als u kiest voor een eenpersoonskamer, betaalt u een bijkomend supplement bovenop het gewone honorarium van de artsen. Deze ereloonsupplementen worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. Wanneer uw inschrijving is afgerond, geeft de medewerker uw patiëntenklevers mee en vertelt ze welk routenummer u moet volgen. Dit routenummer is gekoppeld aan de dienst waar u verblijft tijdens uw opname. Deze routenummers vindt u terug op bordjes doorheen het hele ziekenhuis en wijzen u de weg. Op de patiëntenklevers staan uw persoonlijke gegevens. Deze mag u afgeven aan het secretariaat van de dienst waar u zal verblijven.